Een busverbod voor mensen die zich misdragen op het openbaar vervoer. Dat stelde Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen van Bremt voor na een debat in het Vlaams parlement. Het debat over veiligheid op het openbaar vervoer kwam er na het recente geweld op een bus in Antwerpen. Wat betekent het busverbod of het tramverbod of beter nog het openbaar vervoerverbod? Het gaat over jongeren, ook anderen, volwassenen, maar in eerste instantie jongeren, die zich erg misdragen op de bus. Het gaat niet over een kleine vorm van vandalisme, maar echt misdragen. Geen respect hebben voor de medereizigers of voor de chauffeur. Wel, dat soort jongeren, ja, daarvan zeg ik, eigenlijk horen die niet op de bus of de tram tot ze wat respect tonen. Hè. En daarvoor zou ik graag hebben dat het gerecht, de jeugdrechter, een busverbod kan uitspreken voor erg agressieve jongeren. De vraag is nu hoe Van Bremt het busverbod praktisch wil uitvoeren. Je kan wel zeggen, die jongere of die volwassene mag niet meer op de bus voor 3 maanden of voor 6 maanden. Maar hoe ga je dat dan controleren? In eerste instantie wil ik daarbij zeggen, het is niet aan de chauffeur om het te controleren. Maar we hebben wel heel wat controleurs binnen de lijn. Die controles doen op zwartwerk bijvoorbeeld. En die zouden die controle ook kunnen uitvoeren. Vergelijk het een beetje met een rijverbod. Hè. Als je hier straks op de autosnelweg de gaspedaal stevig indrukt en je gaat tegen 180 van Brussel naar Antwerpen en je wordt gevat, dan zijn de sancties ook niet maals. Hè. Naast een fikse boete kan je verwachten dat je ook een rijverbod krijgt opgelegd. Ook dat is niet altijd gemakkelijk te controleren. Dat gebeurt door gewone controles, maar niemand stelt in vraag dat het rijverbod toch een zinvolle maatregel is. Nu is het afwachten wat er van het voorstel terecht zal komen. Ja, misschien is dat niet gaan vragen.
Ja, wacht hè. Blijf zitten hè. Oh, dat is mooi. Mensen die voor kabaal en overlast zorgen, voor de eerste keer die kunnen wel aangepakt worden met boetes of met schrijvers of zo. Maar mensen die in herhaling vallen, vind ik wel dat ze die moeten toegang verbieden. Zoals in pakt stadions ook van voetbal of zo. Ik vind dat ze ook op bussen zoiets moeten kunnen regelen. Jij wordt lachen. Het is een tweede. Halte? Nee. Nee, dat is toch halte. En dan is er alleen maar roze op de plaats. Ja, dat is wel waar. Ja, maar dan aan de andere kant van de Nationaal.